Ja. En goedenavond, goedenavond, goedenavond mensen. Yes, yes, goedenavond iedereen. Goedenavond allemaal, goedenavond Chris. En welkom bij seizoen 2, aflevering 2. 2. Ja, en zoals we al hadden gezegd, Inge, althans, dat heb jij natuurlijk weer geregeld, onze oude PR-topper. Maar ongelooflijk, en ook, we hebben het inmiddels al even gecheckt met een ongelooflijk snelle verbinding ook. Je zou niet zeggen dat deze man helemaal in Curaçao zit. Dames en heren. John Bazelmans. Jawel! Daar is hij. Van harte welkom. Goedenavond. Ja. Hey, hallo. Ja, snel, we zijn snel hier op Curaçao hoor. We hebben gewoon 100 MB, dus we knallen er doorheen. Echt waar, het is alsof je bij mij bij de buren zit gewoon. Inderdaad. Ja, dat is echt lekker niet. Ja. Maar eventjes voor onze cultuurbarbaar, hoe laat is het eigenlijk op Curaçao op dit moment? We zitten nu 3 uur. Dus, het is, nee, overdag joh, het is nou bloedheet. Ik zit hier in de airco. Wow. Oh, ik dacht dat het later was, ik dacht dat het... Nee, wij gaan, jullie gaan allemaal in de tijd vooruit. Wij blijven lekker achterhangen. Maar nou woon je al heel lang op Curaçao, hè? 40 jaar, toch? Ja, 40 jaar heb ik het al uitgehouden. Maar dan klink je niet zo Curaçao's, zeg maar. Nee joh, ik blijf lekker een Brabander. Lekker een Brabander in het verre, aan de andere kant van de oceaan. Nou, en volgens mij wou Inge natuurlijk, zoals het podium betaamt, even een mooie intro voorlezen, Inge. Ja, en dan ga ik natuurlijk iets voorlezen van John. Oké. We hebben net in het voorgesprek hebben het ook al even gehad over het hele mondkapjeswaanzin gebeuren. En ik vond een mooi stukje van John wat daar mooi bij aansluit. Curaçaose coronawaanzin. Wat een paniek. Wat een dom handelen. Wat een mode. Vanmorgen was ik weer eens na lange tijd in de stad om wat inkopen te doen. Met het naar de stad rijden viel het me al op dat diverse simpele zielen met een mondkapje in hun eigen wagen reden. Met het raam open. In de stad aangekomen werd me duidelijk dat bijna de helft van de mensen met mondkapjes buiten, binnen en overal lopen als domme gasten die niet weten wat dat kapje eigenlijk niet doet. Heer Gerstenbloed, geen idee wie dat is, maar dat zal John zo meteen vast wel uitleggen, legde het goed uit dat een kapje eigenlijk geen zin heeft hier op Curaçao, omdat we veelal buiten leven en daarnaast niet bewezen is dat het mondkapje werkelijk iets doet. Het is nog duidelijker als je de gebruiksaanwijzingen leest van deze mondkapjesfabrikanten. En zelfs 3M stelt dat het langdurig dragen van een kapje de dood tot gevolg kan hebben. Hoe duidelijk is dat dan niet? Ook is er niet een bewijs dat deze kapjes virussen of aerosols tegenhouden. Dus je mag stellen dat die mensen die deze kapjes dragen het doen omdat het een modegril is. Toen ik op een plaats koffie ging drinken, ben ik eens rustig gaan kijken hoe deze mensen zich gedroegen met die mondkapjes op. Buiten het kapje droeg het personeel een spotlappenkap en plastic handschoenen die elke 30 seconden met een sanitizer werd ingesmeerd. Met die natte, vieze handschoenen werd dan ook je koekje gepakt, werd het geld aangenomen en werd de koffie gezet. Toen ik vroeg waarom deze hele show, vertelde de eigenaar dat hij het ook niet zo zag zitten, maar om de klanten gerust te stellen, hij deze show opvoerde. Toen ik vertelde dat ik me juist zorgen maakte om zijn show, keek deze beste man vreemd en lachte maar wat.
En er kwam nog een, we moeten dit van de MEO, waarop ik kortaf zei, u moet helemaal niets. Overal waar ik deze morgen was, waren overgestreste figuren die je geheel lam wilden spuiten met sanitizers en weer anderen die meededen, die meenden dat we niet netjes in de rij meeliepen. En dan denk ik aan de woorden van onze epidemioloog die alsmaar blijft herhalen dat we samen gewoon een griepvirus aan het bestrijden zijn en dat we zeker niet in paniek moeten raken. Nu, Willemstad is werkelijk een gefrustreerde, ziekelijke plaats waar duidelijk gehersenspoelde mensen zich massaal onderwerpen aan een massahysterie via een modegril genaamd corona. Nou, dat was het podium, jongens. Meer hoef je me niet te zeggen eigenlijk. Ja, nou, goede avond. Tot de volgende keer. Ja, ongelooflijk. Wat treffend. Wat treffend. En, want hoe ervaar jij corona op Curaçao? Of kun je daar iets over vertellen, John? Kijk. Het is sinds vorige week zijn er in één keer een paar mensen ziek bevonden. Want ja, ze moesten toch ook meedoen met de wereld hier. Ja. En maar dat was dus dat, ja, nu zijn er in één keer een hele hoop mensen die hier in paniek zijn. Het is zelfs zo, de update van vandaag die ik gezien heb, is dat onze epidemioloog, en dat is die meneer, hoe heet hij nou, wat zei ik ook alweer? Gerstenbloed. Een Nederlander die een beetje geflipt is en die is hier dan de grote man in onze ziektes hier. Dat is de, hoe heet hij nou? Van de viroloog van Curaçao. Ja, dat is de viroloog van Curaçao. En, maar die is ook in één keer, ja, hij is op het matje geroepen, want die, toen ik dit stukje schreef, had hij dus inderdaad gezegd dat het een gewoon, bombini. dat is... dus dat er niets aan de hand en dat het griepje was en bla 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 meer. Toen is hij dit weekend met spoed naar Nederland op het matje geroepen. En vandaag kwam hij dus mee van, we moeten wel naar het normale weer gaan. Maar ik adviseer toch iedereen dat ze het is een advies, het is niet een verplichting. Maar dat iedereen binnen en buiten een mondkapje gaat dragen. Zo mogelijk. Op Curaçao wordt niet bekeurd als je er geen We hebben nauwelijks politie laten staan dat ze kunnen bekeuren. Dat is het mooie. Hey, heb je nog huizen daar vrij of niet? Ik heb hier een hectare grond, dus we kunnen er een hele hoop tenten en ik heb al gezegd, we gaan een groot feest houden hier. Maar goed, als ik het goed begrijp, dus vanuit Nederland het advies van jullie binnen en buiten een mondkapje op in een gebied waar het gemiddeld zomerse temperatuur is. Het is nu 36 graden, ja. Oh. Dat is echt de corona 2.0 heeft daar zelfs moeite om daar te overleven. Maar... ja, niet zo overleefd, maar het corona schijnbaar wel. Dus, maar hij is gewoon dus afgeperst door de Nederlandse RIVM. En hij moet eraan meedoen, want anders is hij geen viroloog hier meer. Ja. Ja. Dus ik spreek hem ook regelmatig aan, hoor. Dat is het mooie van dit eiland. En daarom hou ik het ook 40 jaar uit. Je kan namelijk hier dicht bij de top komen. En het maakt niet uit welke top, of het nou politiek of bestuurstechnisch, of dat het de vrijmetselarij is, of ja, een viroloog of wat dan ook, of een directeur van een hele grote bank. Ja, je komt er hier veel sneller en dichterbij. En dat maakt het hier gewoon geweldig, dat je dus, ja, het werk wat ik dus allemaal doe, de laatste, ja, vanaf mijn pensioen, met mijn 47e ben ik gepensioneerd. En kon ik dus vol erop in, op allerlei dingen die, misstanden en ik heb hier zoveel meegemaakt, daar hebben we het nog wel over. Zeker weten. Nou heb ik natuurlijk in mijn introotje verteld een beetje de persona non grata van Curaçao. Maar ja. Hoe kun je daar iets over zeggen? Hoe is dat zo gekomen? Wat bedoel je daarmee? Ik heb een enkel ticket. Ze willen me hier weg hebben. Ik heb alleen één heel groot probleem. Nederland wil me niet hebben. Daar ben ik ook, sta ik ook op de zwarte lijst. En Amerika kan ik ook niet in. Dus ik heb al 10 jaar niet gevlogen. Ik ben ook 10 jaar al niet meer van het eiland geweest. Gewoon om te pesten
dat ik vertik om hier te gaan. En ik vertik om naar een ander land te gaan. Dus dat is 10 jaar geleden. Kijk, ik heb ben nu 20 jaar bezig met MKK. MKK staat voor Movimento Contra Corruption. Dat is een groep die tegen corruptie is. En dat is heel breed, want het is niet alleen de boeven en de corruptie, maar we praten ook over kinderleed, we praten misbruik, we praten over de pedofilie. Op alles en nog wat springen wij erin. Kijk, ik ben degene met de grote mond. Ik kom ook als enige buiten. Dus ik heb ook al meerdere malen voor de rechter moeten staan om zogenaamd namen bekend te maken. Nou, dat doe ik niet, dat vertik ik, dan veroordeel me maar. Maar mijn mensen die dus mij helpen, dat zijn dus juristen en advocaten. Niemand weet wie ze zijn, alleen mijn vrouw weet ze. En wij werken dus samen heel veel. En met dat zijn we dus heel veel bezig. En daar kwam dus dat het was op een zondagmiddag, komt er een man naar mij toe. En die kwam met papieren, beelden en alles. Nou bleek het een man te zijn die intern hier bij een hele groot bedrijf werkt. En hij had dus de bewijzen van bankafschriften van 10 tot honderden miljoenen per week. Hij had dus ook de papieren. Het gaat er namelijk om, vanaf dat project worden wekelijks een container cocaïne gesmokkeld naar Nederland. Het was ook op dat moment een van mijn zwaarste meldingen die ik ooit binnen heb gekregen. En dus we hebben meteen overlegd onderling. En toen heb ik contact gezocht met de gouverneur. Want ik kan het ook niet lokaal hier doen bij onze politie of justitie. Want die zitten er allemaal in. Dus daar kan je niet terechtkomen. Dan deponeer je het en dan gebeurt er toch niks. Ja. Nou, wat gebeurt er? Ik word dus inderdaad, want ik werkte heel nauw samen met de gouverneur. En ik breng dus, ik bel hem op, 's avonds nog. Morgens kreeg ik meteen een afspraak. Ik ga er dus naartoe. Ik zat met de gouverneur en de directeur van de kabinet zat ik daar. En ik leg dus alle papieren neer. Ik leg uit, zonder namen te noemen, wat er allemaal aan de hand was. En de gouverneur, wat een vrij donkere man is, en ja, die andere, de directeur, was een Nederlander. Maar die werden helemaal lijkwit. En toen was ik met mijn verhaal klaar. En toen zei dus de gouverneur tegen mij, meneer Baasmans, weet u dat het paleis waar wij hier in zitten, dat oren heeft? Oké, goed, ik heb ook oren, ik luister ook. Nergens bij stilgestaan, totdat eigenlijk kort daarna was de koningin, was de hele bubs, de hele vrijmetselarij was hier op het eiland. Ja. En ik was dus heel veel met die kinderleed bezig en ik ging dus vooraan staan met de grote plaat over kinderleed. En ik werd in één keer, de lokale veiligheidsdienst wilde me afvoeren. Toen werd er door de Nederlandse veiligheidsdienst ingegrepen. Toen mocht ik toch staan. Uiteindelijk heeft het Koninklijk Huis me gezien. Beatrix kroop in één keer weg, begon te braken, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar wat was er aan de hand? Die tong eruit. Ja, nee, die was echt... Kijk, ik wist wat zij hier met z'n allen kwamen doen. Ja. Op dat moment is er een baby geofferd. Bizar, hè? En dat kan je kan namelijk alleen maar staatshoofd worden als je aan dat ritueel meedoet. Kijk, ik weet die dingen omdat ik heb een lijst vol aan documentatie aan grote boeken gelezen. En daar zijn een hele hoop handboeken bij van de vrijmetselarij. Er zijn boeken over wat een Hitler geschreven heeft, wat Mao geschreven heeft. Noem al die gasten maar op. Ik heb de rollen van hoe heet ze nou ook alweer?
De politici of van andere royals? Nee, nee het is een... God, hoe heet ze nou toch ook weer de rol van... Nou, ik ben even aan het kijken. Ik dacht dat ik het hier had... Nou ja, goed. Dus hele veel... Dat zijn allemaal oude geschriften. En die heb ik allemaal door zitten worstelen. En dan kom je... Dode zeerollen, dode zeerollen. Ja, juist. Daar zijn ze. Hè? Ja, we komen er wel uit. Ja, we komen er wel uit. Ja, het is al middag, het was laat voor mij. Ja, vertel wel. Is die tijd van siesta voor jou? Nou, die heb ik net gehad. Misschien ben ik niet helemaal wakker. Goed, hè? De dode zeerollen dus, oké? Okay? Je hebt ze bestudeerd. Ja. En, nou, dus dat soort dingen heb ik allemaal doorgenomen. En dan kom je erbij, dan op een bepaald moment weet je wat bepaalde ritualen zijn, welke mensen erachter zitten. Nou, en dat was dus het geval ook toen het Koninklijk Huis met de grootste van de Nederlandse vrijmetselarij, een Donner en de grote lui, die waren hier ook. En dat was al vreemd. Ik had van Donner gehoord dat hij zou komen. En ik had hem ook al gevraagd van, ja, wat kom jij in hemelsnaam hier doen? Ik heb toch niks te vertellen. En dat zijn dus dingen dat je... Dus toen wist ik dat het dus om dat rituaal ging. En daarom dat Beatrix ook zo raar reageerde van... Hoe weet hij het? Hoe komt hij daarachter? Ja. En op dat moment had ik dus nog niet door dat, dus dat net ervoor van de gouverneur, dat ik dus ik zat in een curatele. Daar kwam ik pas een 5 maanden later achter. 5 maanden later moest ik naar de gemeentehuis. En dat is de laatste keer dat ik nog mijn paspoort ben op gaan halen, want ik heb nu geen paspoort meer. Ik stond toen in die grote hal van het gemeentehuis hier. En ik werd dus geroepen en ik legde mijn spullen neer. En toen schreeuwde dat meisje door de hele hal met zo'n 150 mensen. Die schreeuwde door die hal in één keer van, Kiko ta curatele. En wat is curatele? En ze draaide om en de chef die riep haar. En alles werd in één keer heel stil. En ik bleef daar maar staan. Ik dacht, ja, curatele. Ik bedoel, ik heb wel voor de rechter gestaan, maar niet dat ik achterlijk ben of dat ik onder een curatele gezet ben. Toen ben ik thuisgekomen en ik heb het er zo met mijn vrouw over. En ik zei, ja, dit, wat is dit? Toen ben ik het op gaan zoeken en nou... Wat ik dus niet wist, is dat er een derde curatele is. Er is een curatele dus als jij niet meer kan denken, dat je het zelf niet meer allemaal weet, dan kan je onder curatele. Je kan door een rechter ook onder curatele gezet als jij dus met geld in de problemen zit. Maar er is een derde curatele en dat is de curatele van de Veiligheidsdienst. Dus toen ik dat las, toen ik daarachter kwam, dus ik... Twee van mijn mensen in de veiligheidsdienst opbellen. Ik zeg, zeg niks, typ mijn naam in en als er iets is, dan spreken we op de bekende plaats af. Nou, binnen 5 minuten belde er eentje al terug. Hij zei, ja, John, dan en dan zie ik jou. Nou, ja, ik wist jou wel genoeg, ja. Ja, want dat was ook een van mijn engste momenten die ik ooit heb meegemaakt. Die jongen die vertelde hoe laat mijn vrouw en ik naar bed gingen. Hij wist precies te zeggen wat er op mijn bankrekening stond. Hij wist precies wanneer ik de lichten aan en uit deed. Wanneer ik naar de stad was geweest. Waar ik brood had gekocht. Alles wisten ze. En jij lag zo onder de loep omdat je je uitsprak bij die koninginse aanwezigheid. Zeg maar. Nou, omdat ik die aangifte bij de gouverneur had gedaan over die grote... Kook, En vervolgens ben jij degene die dan helemaal wordt geschaduwd. En, ja, maar dat is het mooie. Het mooie, dat is wat het smerige wat er is. Kijk, als klokkenluider ben je gewoon een vrij mens. Je bent, ik heb me ook daarna helemaal, ik moest dus actie ondernemen. Ik moest dus zorgen dat ze me justitieel niet meer te pakken konden krijgen. Dat is het enige manier was dat ik me dus helemaal los van welke land ook ging trekken. Dus ik heb me bij de koning uitgeschreven. Ik heb me hier lokaal uitgeschreven. Of niet, hè? Alles heb ik. Voor hun besta ik niet meer.
Maar dit blijft, sorry hoor, dat ik je ontbreek eventjes. Dit blijft op ons pad komen, Inge, of niet? Ja. Dat soeverein worden. Je hebt het over soeverein worden. Ja, in feite ben ik soeverein. Ga door met je verhaal. Dat vind ik super interessant. Want, ja. Je hebt een brief naar de koning geschreven. En dan zeg je van, nou, Willem, tyfus. Nou, ja. Zo. Ja. Ik hoor niet meer bij jouw clubje. Ja, wat staat er in zo'n brief? Wat moet je dan verklaren? Je verklaart dus dat je eigen terugtrekt van de Nederlandse staat. Of status eigenlijk, van het Nederlandschap. En dat je dus niet in hun groep meer wil behoren. Kijk, er zijn standaard brieven voor, hoor. Die kan je zo opzoeken. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is, en dat is mooi dat je dat even aanhaalt. Kijk, wat ik wel doe, en daarom kunnen ze me niets doen. Ik blijf wel gewoon hier de belastingen betalen. Snap je? Ik blijf wel gewoon mijn water en licht betalen. Ja. Waar ik ook ter wereld kom, zal ik dat toch moeten doen. Snap je? Dus ja. Ik heb zoiets van... En dat is waarom ik voor hun gewoon helemaal... Doe je dat een contant of zo? Of is dat wel met je... Nou. Ja, ik werk niet meer met banken. Met de bank heb ik zo'n ruzie gehad. Dat is niet meer normaal, man. Dat is... ook, vertel. Ja, nou ja, geef goed. Geef een voorbeeld. Een voorbeeld is van... Ik had toen de tijd nog... En toen speelde dat al. Was van... met mijn reclamebureaus die ik had. Daar ging heel wat geld over de toonbank. Maar veel was cash. En... dan moest ik dat bij de bank, leefde ik dan in en dan werden dan mijn rekeningen betaald. Maar op een gegeven moment moest ik bij mijn credit manager komen. Ik dacht, ja, waarom moet ik bij mijn credit manager komen? Ik bedoel, geld had ik niet tekort. Ja. Dat heb ik nog niet tekort. En toen zei die, komt die man naar me toe. Ja, meneer Bas, we gaan zitten, blablabla, sup. Nou, toen had hij in één keer van, u moet wel groter worden met uw bedrijf. Ik zeg, beslis ik dat niet? Is dat niet mijn bedrijf? Ik heb wel een containertje staan. Ja, maar ik had al een container genoeg. Daar werkte ik ook in. Heerlijk. Was het zo? Oh, ja. En ik had niet meer nodig. Ik had wel 6 computers op een rij. En daar werkte ik op. En ja, ik had mijn connecties dus met het bureau in Nederland en in Amerika. Dus dat ging allemaal perfect. Het lijkt me beter dat u toch eens een paar ton gaat lenen bij ons. Ik zeg, waarom zou ik lenen? Waarom moet ik duur geld bij jullie, terwijl ik het geld zelf heb? Nee, maar dan kunt u personeel aannemen. Ik zeg, maar ik wil geen personeel. Nou, die man is zo kwaad geworden. Ze willen je in die kredietstatus hebben. Ja, binnen een week had hij mijn account geblokt. Dus ik bel dus, ja, en dat is dan weer hier mooi, ik vraag naar de directeur. Nou, ik zeg, wat is het? Ik zeg, jullie bieden mij geld aan, ik weiger, en dan heb ik in één keer geen account meer. Toen zei hij, uiteindelijk heeft die man dus zijn ontslag gekregen, want ja, dat mag niet naar buiten komen. Nou, nee. Maar dat heb ik ook met de belastingen gehad. Net op het laatst, want daarom ben ik gestopt met werken, ben ik met pensioen gegaan. Op een bepaald moment, omdat ik dus vrij veel omzette, alleen, want ik was gewoon aan het lenen, maar ik werkte echt, 16 uur per dag. Ik sliep maar hooguit 5 uur per dag. Waar bestond je werk dan uit? Ik had reclamebureaus, dus reclames maken, ik maakte boekjes, en dan alles wat in papier en kranten was. Ik had een jongen die deed de televisieafdeling, ik had er eentje die deed radio, ik deed alleen maar op papier, maar ik deed bijvoorbeeld, wij hebben hier op Kusnauwe nog een telefoonboek, en nou, dat heb ik iets van 10 jaar gedaan. 10 jaar een telefoonboek maken. Ja, dan hoefde ik niet al die namen in te voeren. Maar alles eromheen, de hele layout, al die dingen, dat deed ik. En zo had ik dus grote bedrijven, had ik allemaal. Want mijn slogan was er, always on time. En dat was ook, of mijn computers nou kapot gingen of wat dan ook. Ik zorgde dat alles op tijd bij de klant lag. Ja, nou, dat zal daar wel een verschil gemaakt hebben, of niet? Ja, maar zeker voor hier. Zeker voor Nederland. Dan neem je ze zeggen morgen,
Nou ja, denk dan maar over volgende week, bij wijze van spreken. Ja, precies. Ja. Maar goed, John, toen kwam corona. Ja, dat was gezellig. Ja. En wat, hoeveel mensen wonen op Curaçao, als ik vraag nog? We zitten nu ongeveer tegen de 160.000. En dus, als ik jou goed begrijp, zitten ze eigenlijk allemaal binnen? Of zo? Of? Nou, het was heel heftig hier. Het was op een bepaald moment, gingen ze iedereen mocht niet meer naar buiten. We mochten ook niet meer rijden met de wagens. We moesten op de plaatnummers, mocht je dan een dag je boodschappen gaan doen. Je was gewoon gevangen. En toen heb ik dus ook aangifte gedaan. En ik heb ook Nederland verantwoordelijk gesteld. Want niemand doet hier iets. Hè? Het is een heerlijk volk. Je doet maar, ze pikken het. Echt. Ja, echt? Ze pikken het. Ja, het is inderdaad de kolonie van Nederland. Want hier in Nederland ook. Ja, bij jullie hoor ik nog rotzooi. Bij ons, we slapen lekker door. Maar het is echt een slaapstad op dat punt. Ja, maar ja, andere kant. Ik bedoel, dan was het... Ik vergeet nooit meer. Ja, ik zit hier boven op een berg eigenlijk. En ik kijk zo beneden naar het dorp. En dan zie ik de zee achter. En... Een van die avonden dat dus, we mochten ook s'avonds niet meer. Het is zelfs zo erg geweest, we mochten eigenlijk nog niet naar buiten in onze tuin lopen. Oh, echt? Dus je mocht je eigen plantjes geen water meer geven? Nee, daar moest maar wachten. We hadden corona en binnen blijven. Maar nou, hoe moesten mensen hun hond uitlaten bijvoorbeeld? Nee, mocht ook niet. Nee, de honden lopen hier buiten gewoon in de tuin. Oh ja, die lopen gewoon vrij. En was er wel genoeg wc-papier op het eiland? Dat hebben jullie allemaal opgemaakt. Nee, serieus. Was het best een probleem met aanvoerketens? Of wat nou, aanvoer was wel even moeilijk, omdat dus het buitenland heel erg moeilijk deed. Ja. Europa en Amerika deden moeilijk. Maar in feite, onze winkels waren eigenlijk goed gevuld nog steeds. Oké, en de Curaçao, dat leeft natuurlijk ook heel veel voor toerisme natuurlijk, denk ik. Of hoe zit dat precies? Want is het nou zo... Geen toerisme meer. Nee, dat wou ik zeggen. En het lijkt me dat ook in Curaçao de lokale economie verschrikkelijk getroffen is, denk ik, door corona. Ja, nou, het is dus zelfs zo. We hebben vorige week zijn de cijfers weer bekendgemaakt van afgelopen maand. We hebben... 2600 nieuwe meldingen van onderstand, dus uitkering. We hebben in totaal iets van 65% van de mensen zijn werkloos. 65? Ja, ja. Wij zijn nog een van de weinigen die nog geld krijgen. En nog, ja, het is, dan worden... hoe vertaalt zich dat? Zeg maar, hoe vertaalt dat zich? Dat wij hebben... Ik dacht afgelopen maand iets van bijna 60.000 voedselpakketten hebben ze uit moeten delen. Nou ja, en dan moet je daar ook... Ja, mensen lijden echt honger nu al, zeg maar. Ja, honger, huizen... Ja, dat is ook al zoiets, hè? Nou, dat we dat toch over hebben. Dat is heel leuk. Leuk. Nou ja, nee, maar dan kan je zien hoe vuil het spel gespeeld wordt. Ja, precies. Kom ik weer even bij mijn bank terecht. Want ja, goed, ik heb dus nou wel een bank, omdat er moet geld binnenkomen. Dus dat kan ik maar op één manier binnenkrijgen. Die bank, daar heb ik een creditkaart bij. Op een bepaald moment, ik had wat artikelen in het verleden al besteld en die stonden nog op de creditkaart. En ik denk, verdomme, waarom worden die er niet afgetrokken? Ik bedoel, het is automatische betaling normaal, helemaal niets aan de hand. Toen, ik bel de bank op. Ja, meneer Bazemans, omdat het corona is, hoeft u 3 maanden niet te betalen. Ik zeg, leuk, heel oké. Maar wat gaat me dat kosten? Oh, per maand 15% van het bedrag wat openstaat. Ik zeg, wow. Wat? 15% rente gaan jullie op mijn bedrag declareren? Ja. Ik zeg, en ik heb er niet om gevraagd. Dus daar gaat John Bazemans weer. Ik hier achter mijn computer, ik begin een brief naar de directeur te schrijven. En ik heb mijn geld teruggevraagd. En ik heb ook hun verantwoordelijk gesteld voor het ongemak wat zij mij allemaal aandoen.
Nou, nu hebben we, kort daarna, binnen 2 dagen kreeg ik dus antwoord dat alles teruggedraaid werd en geen rente meer berekend zou worden. En dat mijn creditcard gewoon afgetrokken werd iedere keer. En in de kranten stond in 1 keer dat je je eigen fortuin aan moest melden bij de bank. Wilde je voor die vrijstelling in aanmerking komen. Maar het is toch voor de zotte dat dan zo'n bank, dat die gewoon even jou op hold zet, maar wel 15% gaat declareren. Ongelooflijk. Snap je? Ja. En, nou ja, dus wat, hoe zie jij dat voor je inderdaad? De toekomst van het contante geld of het geld überhaupt? Want... Nou, er gaat een hele hoop veranderen. Ik bedoel, kijk, de hele corona is, ik heb toevallig vorige week heb ik ook naar de Dalai Lama zitten kijken. Want ja, ik kijk van alles, ik zie van alles en ik lees van alles. En toen kwam ik eigenlijk op die Dalai Lama en die had het ook, had een van de gesprekken was over corona. Ik denk, nou, dan ben ik dus benieuwd hoe deze man daarover denkt. En die man die, ja, hij zei het eigenlijk gewoon keihard, er komt gewoon een nieuwe wereld. En daar moeten wij ons eigen aan gaan passen. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. In zoverre, de nieuwe wereld, wat wij denken dat die gaat komen, die gaat er niet komen. Nee, er gaat heel iets anders gebeuren. Het is heel slinks opgezet. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Het corona-project. Want het is een project. Het heeft niets met een virus te maken. Het heeft niets met wat dan ook te maken. Het is een project. Een project om ten eerste de mensen allemaal te testen. En dan te testen hoe ver ze kunnen gaan. Nou, dat hebben jullie in Amsterdam-Rotterdam bijvoorbeeld met jullie kapjes hebben jullie meegemaakt. Nou, de test is niet helemaal gelukt, maar goed, dat doet er niet toe. De test hebben ze gedaan. Kijk, ze hebben wel een psychologische test van jullie. Ze weten precies hoe jullie nou reageren, hoe de mens reageert en wat er gaat gebeuren. En we zitten nu momenteel, of al een tijdje, gewoon in psychologische testen. Iedere keer worden we uitgedaagd als mens. Iedere keer wordt er gekeken, hoe ver kunnen we gaan? Ja. Waar is de grens? We zijn gewoon nu testcases. Ja. En dat is, ja, dat merken wij hier. Ik bedoel, zoals ze dan weer zo praten en dan weer zo praten. Nee, iedereen, dat is bij jullie ook. Als je die Rutten en die Jong ziet, ja, dat zit maar een beetje uit zijn neus te zwammen. Want ze weten zelf niet waar ze over praten. Ik denk alleen dat ze in het zelf geloven. Want als je ook kijkt onder hun live reacties of überhaupt de polls die ze nog enigszins kunnen framen, het is voorbij voor die gasten. Ze geloven letterlijk alleen aan hun eigen verhaal. Ze praten in de hoofden verder niets. Maar omdat ze niet weten, kijk, als je niet weet waar je over praat en je weet niet, kijk, men praat nu over een virus. Het is niet bewezen dat het een virus is. Ze weten niet wat er precies aan de hand is. Maar we geven het stempeltje virus. Klaar. Ja, er is Nederland trouwens heel goed in stempeltjes. Ik weet niet hoeveel... Ook in kleurtjes. Ook in kleurtjes. Kleurtjes zijn zo goed. Nee, maar dus dat is al... Dan ga je dus in problemen komen. Als ik... Ik heb misschien wel 40, 50 interviews al gehad in het verleden. Ik heb ook zelf heel veel filmpjes gemaakt die trouwens overal weer weggehaald zijn. YouTube heeft me geblokt, Vimeo heeft me geblokt. Ik moet het nu allemaal via mijn eigen website doen, want iedereen blokt me. Facebook en noem maar op. Facebook heeft me er al 3 keer uitgegooid. Nu hebben ze mijn account eindelijk vastgezet dat er het kan niet zomaar even geblokt worden meer. Nou, zo heb ik dus overal ik kan overal komen, maar nergens meer. Dus ik moet het via die filmpjes doen. Dat gaat goed, maar het wil zeggen dat daar daar is gewoon een hele hoop gaande, joh. Ja, zeker. Nou, ik zag toevallig gisteren Vert Grapperhaus, die was flink bezig inderdaad. Nou is het zo dat zij ook zien dat de alternatieve media, wij met z'n allen en ook die andere, alle andere kanalen die er zijn, met hele interessante, intelligente en heldere gesprekken, kritische vragen die gesteld moeten worden, die je niet in de mainstream ziet, dus waar veel mainstream mensen naar op zoek gaan als ze op internet zitten. Wij zijn een groot gevaar aan het worden, want meneer Vert Grapperhaus heeft nu zelfs een taskforce opgezet om te kijken
hoe ver hij kan gaan, of hij, hoe ver hij bijvoorbeeld Facebook en zo kan bewegen om kanalen zoals die van ons te blokken of te... Ja, het valt mij nog mee dat ik... Ja, maar het valt mij nog mee dat ik jullie sowieso op YouTube nog zie. En dat, ja, dat je dit nog mag doen. Ja, klopt. En hoe dat komt... Nou, we hebben een paar ideeën erover, want wij weten het ook. Het is een wonder dat ik nog vrij rondloop. Want ik heb voor al die mensen die... Of ze zijn een heel dik multomap aan het opbouwen. Nou, dan hebben ze inmiddels al 20 volgens mij. Maar in ieder geval, of inderdaad, ik weet het niet, of ik blijf toch op het... Het is toch nog steeds vrijheid van meningsuiting misschien dan. Maar ja, aan de andere kant zijn we niet blij mee. Kijk, en ik ga ook natuurlijk niet expres strafbare feiten plegen. Dus ik weet heus wel wat ik dat niet kan zeggen. Maar nou, ze zijn niet blij met die invloeden. Dat is duidelijk, weet je. Maar dat vind ik nee, ook zo... Weet je, ja, sorry. Chris, weet je dat... Kijk, het is ook op de manier... hoe, en daar probeer ik mensen zoveel mogelijk uit te leggen, hè. En ik heb daar nu ook discussies mee met mensen die dus nu in Nederland, of die al die organisaties die bezig zijn om dan zogenaamd tegen het virus bezig is. Ja. Het grote probleem, Chris of en Inge, is dat de mensen worden persoonlijk. Ik vecht nu 40 jaar. Maar ik val nooit en ik zal te nimmer iemand persoonlijk aanvallen. Ik pak hem, ik val hem aan op zijn wat argument. Hij doet. Ja, op zijn werk. En daar kan... Daar, kijk, ik weet ondertussen, ja, met al die juristen, een hele bubs wat ik om me heen heb, wat kan en wat niet kan. Mijn eerste momenten dat ik allemaal voor de rechter moest verschijnen, was dat ik gewoon... Ja, ik had net een paar verkeerde woordjes gezegd. En dat is de kunst. Je moet weten wat je kan zeggen en wat je niet kan zeggen. Ja. En dat is ook wat je nu ziet. Waarom ging die demonstratie in Berlijn eigenlijk perfect? Ik heb zitten genieten de hele dag. Ik heb het laat zitten kijken nog dat het voor hun al nacht was. Maar hoe zij in blokken bezig waren. Ze hadden één blok, dat werd opgepakt. Maar alle andere blokken gingen hartstikke mooi door. Ja. En het is hoe jij... Kijk, het heeft geen zin om voor die politieagent gaan staan te schreeuwen en hem voor alles en nog wat uit te maken. Dat heeft geen zin. Die mensen staan daar omdat ze er moeten staan, omdat ze ervoor betaald worden. Dan kan je zeggen, het zijn schapen en het zijn dit en dat. Ja, het is nou eenmaal... Waarom gaan we niet... Ze zullen wel bang zijn ook, hoor. Ze zullen terecht bang zijn. Natuurlijk. Inderdaad. En daarom gebruiken ze ook allerlei drugs. Ik bedoel, ze moeten gewoon helemaal... Ja, worden ze gewoon robotten. Ze nemen echt van allerlei troep in om maar zo min mogelijk bij het heden te zijn. Ja, en zo min mogelijk te voelen. Gewoon, ja, ze staan gewoon, helemaal strak. Ja, ja. Als je die jongens ziet, ja, ik heb er gewoon medelijden mee. En dan kan je wel zeggen, ja, de domme figuren. Ja, dat is allemaal waar. Maar dat is hun opgedragen. Het is ook tegen hun. Want ik bedoel, ze zijn het dat echt niet allemaal mee eens. Dat zie je wel, bijvoorbeeld wat er in Berlijn is gebeurd op een bepaald moment. Ja, je kan 100 mensen wegslepen, maar als er 10.000 staan, nou dan ga maar die hele nacht door. En dat is wat ik ook, ik heb met wat organisaties, ze zijn allemaal kwaad nou in Nederland. Niemand neemt er contact met me op. Geeft ook niets. Maar ik heb het hun wel gezegd dat ze stuk voor stuk allemaal fout bezig zijn. Ik bedoel, ik van één organisatie kreeg te horen dat ze een knokploeg hadden. Nou, sterker nog, ik zag toevallig vanmiddag iets voorbij komen. Ik kreeg een tip van een van de kijkers. En dat ging over de Romeo's, want die zaten zo waar bij NPO 1, weet ik veel. En daarin vertelden ze dat ze dus natuurlijk met naam en toenaam op internet gezocht werden door allerlei figuren. En daar waren ze wel van geschrokken, want het kwam wel erg dichtbij. En nou, jullie komen ook wel erg dichtbij, mensen. Weet je, dat pak. Ja, maar dat, kijk, het is, weet je, natuurlijk, dat je, ik heb zelf een van die dreigementen toen nog geplaatst, of wat dus op mijn pad kwam, dat ik wist dus dat er een bepaalde organisatie is ze gewoon helemaal in kaart aan het brengen. Toen dacht ik van, nou oké, goed, ik breng het naar buiten. Wat de mensen ermee doen, dan moeten ze zelf weten. Ik heb er verder niks van gehoord. Ik vind wel dat het is wat... We streven het hele doel. We zijn in principe zijn we allemaal bezig om ons om te zeggen dat we niet eens zijn met de hele coronarotzooi.
Juist. Met de hele vars. Daar zijn we mee bezig. Daar hebben we helemaal geen geweld bij nodig. En nee. Ik had het, ik zeg je heel eerlijk, ik had het, voor ons was het begin ongeveer, ik geloof in februari, maart. Dat hier dus echt de corona, dat we opgesloten werden en noem maar op. Nou, ik heb me als een gek, ik heb mijn handen gewoon blauw getypt aan brieven naar Nederland en verantwoordelijk stellen en juridisch dit en juridisch alles uitzoeken, al die dingen erin zetten. Nou, uiteindelijk heeft dus hier onze minister-president en onze viroloog hebben zo ongenadig op zijn sodemieter gekregen, gewoon doordat ze dus boven alle mensenrechten heen bezig waren. En daar heb ik ze dus ook op gewezen. Nou, hoeveel corona, sorry, ga door. Nee, zeg maar. Vraag me. Hoeveel coronaslachtoffers waren er in Curaçao? We hebben er zogenaamd eentje. Dus eentje is doodgegaan. Maar van in termen van één. Ja. We hebben 16 doden in het verkeer. Maar we hebben één corona. En één. Maar er was ook nog geen corona. Het was iemand die corona erbij had. Vergeet niet, er is niet één coronadode op de wereld. Echt niet. Nee. Echt dit niet. Is toch hilarisch? Je mag niet eens in je tuin. Je mag niet eens in je tuin. Nee. Ja, dat is nu opgeheven, want ja, ze waren tegen alle wetten. Maar kijk, we hebben nu in het totaal, wat was vandaag de cijfers? We hebben 102 gevallen, waarvan er, ik dacht in de 50 al genezen zijn, of genezen. En eentje ligt er nu in het ziekenhuis. En daar moeten ze dan nog maar afwachten. En die ene die in het ziekenhuis ligt, die werkt in het ziekenhuis. Dus, en daar wordt dus onze hele economie wordt kapot gemaakt door voor 102 gevallen, waarvan eigenlijk ruim de helft alweer vrij is. En we hebben er nog 40 in onze quarantainegevangenis zitten. Maar dat is al was het al wel dood gegaan eraan. Dan alsnog had je 150. Ja, Chris, daarom heb ik het moeilijk. Daarom heb ik het moeilijk. Dan denk ik van, waar zijn onze... Ja, onze politici zijn zo dom als een varken. Ik bedoel, daar kunnen we nog wel 10 uitzendingen over maken. Maar het is gewoon... Het is niets meer in verhouding. Nee, maar dat valt toch ook niet uit te leggen naar de bevolking? Waarom zijn ze zo... Waarom zijn ze dit allemaal bevolking? Zo? Er is niemand die... Ik ben de enige die op internet vragen stelt. Holy shit. Ja. Ik ben de enige die vragen stelt. Oh my god. We zijn de verloren. De pers, ik vergeet niet, onze pers wordt betaald door de regering. Dus niemand vraagt. Stel, vraagt echt iets. Dus, en het was ook zelfs toen in het begin de grote, dus de uitbraak kwam hier. En er was dat één... De uitbraak? Ja, dus. En toen was er één journalist die vroeg iets. En toen werden alle journalisten uit de perszaal gegooid. En niemand mocht meer vragen stellen. Dat is de democratie. Kijk, vergeet niet, op Curaçao hebben we geen democratie. We hebben werkelijk een dictatuur. Het is, kijk, ik bedoel, het valt mij nog mee. Ik moet afkloppen. Maar, ik heb bijvoorbeeld één interview gehad waar ik 16 keer van lijn afgehaald ben. Ik moest 16 keer opnieuw weer connectie maken, omdat ik te veel zeg. Ik heb 3 radiostations. Die zijn moeten sluiten, daar is hun vergunningen ingetrokken, omdat ze met mij contact hadden gezocht en mij een interview hadden gegeven. Mm-hmm. Het interview wat ik naar Inge had gestuurd, ik weet niet of jij het hebt kunnen zien. Ja, ik heb het eerste interview dat meisje, site, ja. Dat meisje mag geen contact meer hebben met John Baselmans. Jongen. Ja. Achter de schermen hoor ik dingen. Ja. Maar dat is... Kijk, hier is alles gecontroleerd. Het is, op een of andere manier hebben ze nog niet door dat ik met jullie nu online ben. Anders hadden ze me er al... Er was wel sprake van dat we vandaag geen stroom zouden hebben. Dus ja, dat was ook al zoiets. Want dan heb ik geen stroom hier en dan heb ik ook geen internet.
Ja. Ja, nou, ik zou je eerlijk zeggen, het lijkt wel alsof ik dat ook soort dingen maak. Als ik dus aangeef waar ik heen ga, dan zie ik overal ontstopping ontstaan. En de gekste dingen heb ik best laatst, laatst is het een paar maanden geleden of zo, ging ik helemaal aan de andere kant van het land. En toen was er in één keer een opstand ergens ontstaan of zo, nergens. Dat was helemaal, ging helemaal nergens over, maar goed, het zal wel. Maar er gebeuren gekke dingen inderdaad. Ze saboteren je echt. En waarom? Omdat je dus blijkbaar de waarheid spreekt en daarmee een bedreiging bent voor de rechtsstaat. De waarheid mag je niet spreken. Dat is gewoon heel duidelijk. En het is mooi, want ik ben verschillende keer, bedreigd hoor ik best veel. Ik heb alleen een nummertjesapparaat hiervoor bij de deur staan. Dan kunnen ze trekken. Maar een tijd geleden was het nog zo. Er was iemand vanuit Nederland hier. En ben ik daar mee bezig geweest. En het was op een zondag. Ik zit hier gewoon buiten op de porch. Het zijn allemaal zwarte geblendeerde wagens, hè, van die lui. En eentje er langs, twee langs. Ik denk, wat verdorie. Dus ik kan heel lang zien dat ze aankomen of teruggaan. En omdat ik dus op die berg zit, dus ik zie die hele straat eigenlijk. Ik loop naar buiten en ik hou zo'n wagen aan. Nou joh, in zijn achteruit, hup, weg. Ik mocht niet weten wie daar zat en wie het was. Ja, en dan twee keer. Zo word je dus continu, geschaduwd en het leven moeilijk gemaakt, hoor. Ik bedoel. Ja, maar waarom? Toch? Want ze kunnen zich beter bezighouden met die container en wie daar de eigenaar van is. Wie er zelfs 11 zitten, waarschijnlijk hun. Nee, die pakken ze niet. Die pakken ze niet. Want tuurlijk niet. Jullie grote baas van Nederland is de dealer. Is de dealer. Wij zijn er snel zeerovers hier. Althans, wij zijn hun slaafjes. Echt waar. En we worden gewoon allemaal opgelicht ook. Het is ongelooflijk inderdaad. Ja, ik wou net zeggen, want we kunnen dan wel met z'n allen roepen van... En zeggen dat de lui die aan de macht zijn, dat ze dom zijn. Nou, ze zijn alles behalve dom. Ze weten donders goed wat er allemaal speelt. Want zij dokteren het mee uit hoe het uitgevoerd moet worden. De enige die dom zijn de mensen die het opvolgen. En dat is het slaafse volk. Nee, het is niet dom, Inge. Het is, vergeet niet, mensen zijn bang. En dat zie je nu bij de corona ook. Kijk, er is een... Ik zou je vertellen, toen dit hele corona gebeuren begon, nou heb ik echt wel een dip gehad, omdat ik, goed, ik ben vanaf mijn eerste jaar dat ik hier op de wereld ben gekomen, ben ik wel een rebel geweest. En ik heb altijd gevochten voor vrijheden, ik heb erbij gelopen met haar tot op mijn achter mijn billen. Ik had kettingen om met allerlei schedeltjes en noem maar op, om maar af te zetten tegen de hele maatschappij. Dat is me aardig gelukt. Maar kijk wat dus die hippieperiode, wat dat voor een omslag in de hele wereld heeft gebracht. Ja. Nou, kijk, wat doet het systeem nu? Ze zijn ons aan het testen hoe ver ze kunnen gaan. Mm-hmm. Ja? Nou, als wij niets doen, dan valt hun hele testen in elkaar. En daar is, ik heb altijd me afgevraagd, wat doe ik in hemelsnaam op dat eiland? Want, Jezus, Mina, alles is moeilijk en alles is van de lange adem. Om deze internet te krijgen, heb ik 8 jaar lang processen heb ik voeren om een fiberlijn hier op de berg te krijgen. Kijk, alles is lange adem hier. En wat heb ik... Dat is dus... Daar heb ik dus wel hier geleerd. En ik heb ook geleerd... De mensen hier, ondanks hoeveel armoede we nu ook hebben... Geheid, ondanks dat we geen feesten mogen hebben... Hebben we hier beneden weer wel ergens feesten. Ze hebben... Weet je, de kracht van een Antilliaan is... Ja zeggen en nee doen. Ja, precies. Ja, ja. En alles is maar jang. Het is morgen. Nou, dus wat doe je? Ja, meneer de minister, ik zal het mondkapje dragen. Je draait om, je doet je mondkapje af en je loopt weg. Ja, meneer de minister, we zullen gaan eten met het kapje om of bij ons en bla bla bla. Maar ze doen het niet. Kijk, en dat is wat ik ook naar Nederland iedere keer probeer.
kijk wat de flauwe power heeft gebracht. Maar kijk wat de flauwe power ook heeft veranderd. Puur. En wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Vrijheden of je eigen leven? De vrijheden. Leven? Maar vergeet ook niet. Kijk, in de tijd van de flauwe power. Toen was ik net. Voor mijn tijd, jongens. Ja, voor jou. Ja, vooral in mijn tijd nog. Ik heb het maar net mee mogen maken. En het was alleen maar. Ja, oké, er was een hele hoop drugs. Maar dat was ook gewoon de tijd van niets doen. Niet reageren op het systeem. Ja, en wat doen we verdorie nu? We zitten op elk hondsgezeik, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar elke dinges, zijn wij aan het ageren tegen de staat of tegen politici of tegen de politieagenten of die meo's of wat jullie het ook allemaal noemen. Ja, ja. Of die boa's en weet ik allemaal wat. Ja, dan moet je, laat die mensen. Je ziet ze aankomen, draai om, loop weg. Komen jullie bij elkaar? Ga op de grond zitten. Laat je maar afvoeren. Toen kreeg ik als antwoord van een van die gasten van jullie daar. Van ja, maar dan slaan ze ons in elkaar. Ja, wat doen ze nu dan? Ze slaan je ook in elkaar. Ja, nou, als je zelf geweldloos blijft. Dan is het in principe halen ze je dan ook geweldloos eruit. Juist. Dat hebben we ook gezien. Dus, en inderdaad, aangezien we niks hebben gedaan. Ze kunnen ook niet doen. En je moet je mond houden. Wat ik doe, kijk, als ik aangehouden word, ja, wat toch nog wel eens een paar keer voorvalt, dan zeg ik altijd, ik beantwoord geen vragen. Meneer, waarom heeft u hier links afgezet? Meneer, ik antwoord geen vragen. Het staat namelijk in elke wet in de wereld staat dat je pas schuldig bent als je het zelf bekent. Nou, als ik geen antwoorden beantwoord, kan ik nooit schuldig bevonden worden. Of dan moet keihard bewijs zijn dat ze beeldmateriaal of wat dan ook hebben. Nou, 9 van de 10 keer hebben ze dat niet. En als jij daar op de grond zit en je bent met z'n allen gewoon aan het zingen, of wat dan ook, en ze komen eraan en ze tillen je weg en zetten je 100 meter verder in een busje of wat dan ook, nou, rij lekker mee, maak er een gezellige middag van en je bent daarna weer thuis. En hun hebben alleen maar problemen daarmee. Want zij moeten die rapporten opmaken. Zij moeten al die rotzooi doen. En het schiet dus geen meter op. Maar nu dat iedereen agressief is. En iedereen. Kijk, ik zou ook wel graag eens een keer een paar mensen in elkaar willen slaan. Maar dan weet ik, dan heb ik verloren. De minuut dat je agressief gaat worden, heb je het verloren. Je hele zaak. En dat is nu in Nederland heel sterk gaande. Jullie verliezen alles omdat jullie zo agressief zijn. Ja, maar goed, oké. Een vraag die ik altijd stel, want als die altijd in me opkomt, als ik dus zo'n gesprek heb als dit, is dan, oké, demonstreren heeft dan niet helemaal effect. En dan zeg jij ook inderdaad terecht, we moeten het gewoon links laten liggen of gewoon negeren. Maar hun negeren ons natuurlijk niet. Zij zitten ons wel daar komen de regels, de wetten, de mondkapjes. Dus hoe kun je dat negeren? Nou, zeg ja, zeg wat de Antilliaan doet, zeg ja en doe het niet. En dan kan je zeggen, ja, dan krijg je boetes. Oké, dan krijg je boetes. Nou, goed, als je nou zo één bent met elkaar, ja, en dat hebben wij in het verleden wel eens gedaan, als je ergens tegen bent of wat dan ook. Goed, word ik gepakt, dan krijg ik een boete, ik noem maar wat, van 200 gulden of 200 euro. Ja? Nou, dan hebben we een gezamenlijke pot en dan wordt die 200 euro uit die gezamenlijke pot gehaald. Als jullie werkelijk willen dat de hele coronabusiness stopt, dan maak je een grote... Als iedereen, een tientje erin gooit, dan kan je alle bekeuringen betalen. Ja, dat zijn wij nu aan het opzetten, ja. Toevallig. Ja, nou, dan heb je dus... Dan maakt het ook niet uit of je gepakt wordt, een bekeuring krijgt of wat dan ook. Ik las vandaag ook, of in de Telegraaf, van die werknemer, die horecaman die 10.000 euro moet betalen. Ja, het is belachelijk. Schandalig. Maar waarom zegt de horeca nou niet aan Blok, we sluiten? Bekijk het, mensen. Jullie hoeven niet meer bij ons te komen, want dit heeft niet te doen. Kijk, en dat is het. Het is allemaal nog te verdeeld. En de horeca denkt ook, elke cent die ik binnenhaal. Nee. Nou, het is ook zo, hè. Dat zijn natuurlijk echt, ja, maar dat zijn natuurlijk hardwerkende ondernemers. En die zien hun horecazaak in vlammen opgaan, terwijl ze niks kunnen doen. En ze zullen altijd proberen in de nieuwe situatie te leven of zo. Nee.
zeg gewoon heel plat fuck you en sluit die. En dan Stef, inderdaad, dat het plan is om kapot te maken. Ja, precies. Ja, ja, want, kijk, een regering die niets meer heeft om te regeren en geen zaken en inkomen hebt, dan heb je ze. Pak een regering op dat er geen belasting meer... Kijk, als mijn zaak, en dat heb ik toen gedaan, toen de belasting zo moeilijk ging maken, toen heb ik gewoon gezegd, luister, ik stop. Ik was maar 47 jaar. Ik had niet zoveel geld dat ik kon zeggen, nou, ik kan tot mijn pensioen het volhouden. Maar ik heb gewoon gezegd, bekijk het, jongens. Als jullie moeilijk gaan doen, dan ga ik heel makkelijk doen. Want dan zeg ik gewoon, er is niks meer. Ik ben er niet. En nou, daar zaten ze dan. Met hun wat ik heb gedaan, inderdaad, in mijn leven. Op een gegeven moment, ik zit al vanaf mijn 18e zit ik in een of andere schuldregeling. Of in een, weet ik veel, moeilijkheid. Het is altijd 40 euro per week. Ze geven het elke keer een andere naam aan. Prima. Maar ik ben op een gegeven moment ook, net zoals in die film, van ik stel helemaal nergens meer voor. En daar krijg je natuurlijk allerlei problemen van. En dan gaan er allerlei instanties aan je trekken. Maar uiteindelijk gaan ze het ook wel weer voor je fixen. Het zal wel. Want ik woon ook gewoon in een huis en alles. Het is allemaal geregeld. Ik moet inderdaad mijn eigen hachje maar redden, inderdaad. Maar dat moest ik toch wel. Dus het is dramatisch. Het is moeilijk, hoor. Want je moet er ook jij kan het doen, ik kan het doen. We moeten het allemaal collectief doen. En het vertrouwen erin hebben dat we allemaal het collectief ook gaan doen, natuurlijk. Maar Chris, weet je wat het probleem is? De ego van al die groepjes die we hebben. Ik ben dus nou daar zeg maar al heel lang bezig. Ik ben blij met de mensen die ik om me heen heb, dus de juridische mensen zo. Nou, die vragen mij geen geld. Dat is allemaal heel goed, werkt dat. Maar wat ik ook zie, ik kan ook mijn eigen niet aansluiten bij een of andere groep. Want als ik denk van, nou god, we hebben een goede groep gevonden. He, of die hebben het goed voor, ja, dan komt dat verdomde ego naar boven, want dan moet die toch meer voor de televisie komen dan de andere. Ja. Nou, dan ben je alweer je kracht kwijt. Ja, ja, ja. En dat is wat wij ook heel duidelijk toen hebben afgesproken, 20 jaar geleden onderhand, van, nou weet je, ik ben degene met de grote mond, ik zeg alles, ik doe alles, en niemand weet wie... achter. Ze zijn niemand op dit eiland, maar ook niet in Nederland, want ik word onderzocht ook door Nederland, door die AIVD. Al die gasten, ze zijn allemaal nog bezig om te kijken. Mijn telefoons zijn nou jaren afgetapt geweest. Nog niet weten ze wie mijn contacten zijn. Nee. Ik weet hoe zij het doen, dus nou ja, dan gaan we dus het spelletje spelen. En dat is het. Je moet, kijk, jij moet niet het spel spelen van het systeem. Nee, jij moet je eigen spel spelen. Je eigen spel spelen, precies. Ja. Exact dat. En daar heb jij, daar heeft een overheid heeft daar gewoon geen vat op. En dat blijkt wel. Want ik voel me ook echt gesterkt in mijn eigen geluid in die zin. Want ik volg mijn eigen plan. En ik ga die strijd gewoon aan. En het lijkt ons gelukkig of niet. Dat gaat supergoed. Ja, het is, kijk, als jij... Kijk, het is... Ik ben heel lang ook bezig geweest, inderdaad, met die soevereiniteit. En ik heb ook... Ik weet namelijk dat er in de jaren 90 zijn er allemaal complete nieuwe wetten geschreven door David Wayne Miller. Dat is een hele hoge staande vrijmetselaar in Mason in Hawaii. Ook de Nederlandse wet is herschreven toen. En wat ik geleerd heb is van, oké, daarom zei ik dus toen straks al van, ik betaal gewoon mijn belastingen. Sla je me aan? Jo, alsjeblieft, hier heb je mijn geld. Als jij denkt dat je er gelukkig mee bent, alsjeblieft, hier heb je het. Ik betaal mijn huur. Ik heb mijn eigen huis. Maar oké, ik betaal mijn water, ik betaal mijn licht. Ik doe gewoon hun regeltjes. Dus je kan me... En dat is wat er dus in feite... dan heb je heel veel mensen... Ja, ik ben soeverein, ik hoef niet te betalen, ik hoef dit niet. Dan zeg ik, ja goed, je hoeft niet te betalen misschien... Maar woon je dan in het bos of zo, inderdaad, precies. Ja, ga dan in het bos. Maar dan staan ze wel te janken dat ze in een bos wonen en niets meer hebben. Snap je? Dus dan denk ik van... Zo in hoeverre kun je soeverein zijn? Ja, precies. Ja, nou, ik ben soeverein, want ik heb de ballen. Ik heb met niemand niets te maken. Als ik wil gaan, dan kan ik gaan. Alleen, ik heb geen zin om dagen in een cel te zitten om verhoord te worden. Mm-hmm. Want dan gaat voor niks.
Voor niks. Ik ga toch niet zeggen wat er achter de moordwiel zit. Ik ga toch niet zeggen wat er achter die hele kookhandel zit. Het staat allemaal wel in mijn boeken. Allemaal. Het is allemaal te lezen. Alleen geen namen. En de namen worden pas vrijgegeven. En dat is wat ik al zolang als ik bezig ben in deze toestand. De namen worden vrijgegeven de dag dat ik doodgeschoten word. En dat boek ligt al klaar, dat is ook al bij de uitgever, bij verschillende uitgevers, want ze zullen het proberen te blokken. Maar dus, dat is mijn lifeline die ik heb, van oké, je kan me doodschieten, maar dan gaan we namen noemen. Ben jij nooit bang, John? Nee, ik ben niet bang. Nee? Waarom moet ik bang zijn? Nou ja, je kan mijn leven ontnemen. Nou, oké. Ja, en voel je ergens doorbeschermd? Ja, door mijn eigen energie. Ja, maar hoe zie je dat? Ben jij een spiritueel mens? Ik heb gewoon een hele eigen opvatting van alles. Oké, wat is jouw bewustzijn? Vraag, wat is jouw bewustzijn? Ben jij een geest in een lichaam? Of is de geest de creatie van je lichaam? Waar ik mee bezig ben is met energie. Juist. Ik kan, als ik mensen kijk, ik ben dus ook kunstenaar, dus ik teken veel. Als ik toen ik Obama al die gasten tekende, dan kan ik voor 99% hun hele werkelijke leven vertellen. Toen ik moeder Teresa tekende, 10 jaar geleden, net na haar dood, toen heb ik zitten janken gewoon. Omdat moeder Teresa bijvoorbeeld helemaal niet de heilige Madonna is die er eigenlijk bestaat. Nu komt het er pas uit. Is onder 10 jaar nadat ik het heb. Ik heb het ook op de website staan. Hetzelfde met Alexander. Ik heb Alexander gewoon puur om te weten wie Alexander is. Hè? Ja. En ik heb hem getekend. Op een bepaald moment was er iets heel vreemds gaande. Ik heb een mes gepakt en ik heb de hele tekening bijna weggekrapt weer. Zo staat het. Dus je gaat met het tekenen en in dit proces zit je helemaal in die vibe. Van hem. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan jou al een heel eind, kan ik jou en ook van Inge, kan ik al een hele hoop dingen zeggen. Ja, die ik hier niet ga zeggen en mag zeggen. Maar dat is ook waar veel mensen bang voor mij zijn. Ik heb hier mensen op de ze komen, dan willen ze me spreken. En dan hoor ik, omdat het dan toch privé is hier met ons, dan met z'n tweeën. Ja, dan zeg ik van, maar luister, waarom heb je dan dit of dat of zus of zo gedaan? Nou, daar hebben ze het er helemaal niet over gehad, maar dat weet ik wel. Dat is waarom ook verschillende mensen mij toen, daarom heb ik dat ding, Oracle staat erachter, omdat heel veel mensen me als een Oracle... Ik zie heel veel, doordat ik zie jullie, en ik zie de mensen ook niet als een stukje vlees en bloed, maar ik zie jullie als een energie. Je moet het zo'n beetje zien. Nou ja, oké, de film The Matrix. Op het moment dat hij dus... Nou, mijn volgende vraag. Zijn wij in die kwantumvisieachtige status van jou... van jouw bewustzijn zijn wij een creatie van jouw bewustzijn? Of zijn wij allemaal aparte energieën die in deze matrix zitten? Ik heb er toevallig vandaag een stukje over geschreven in mijn nieuwe boek. Wij zijn... We zijn eigenlijk allemaal kleine energiebronnetjes. En het grote probleem wat dus nu aan het ontstaan is, en daar ben ik heel van geschrokken toen met het begin van de corona. Heel veel mensen zijn zo beschadigd dat er geen energie of nauwelijks energie nog is. Ja. Dus die zijn eigenlijk, oké, het leeft nog wel, maar het is op sterven na dood. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan, want ik had nooit gedacht dat de mensheid al zo verpest is. Ik wist dat er een hele hoop gaande was en ik heb ook heel veel zieken en kneusjes en mensen helemaal in de war gezien. En daar ben ik ook mee bezig geweest en noem maar op. En ik wist dat het erg was, maar dat het zo erg is. Hoe kan je bij jezelf die frequentie of energie verhogen? Dat is niet dat ik kan zeggen van nou... Dat is hier specifiek per persoon, nee, maar wat is de tip?
het is, kijk, wat er is, is van, wat ik probeer de mensen uit te leggen, je moet proberen sowieso een schil te maken tussen wat er voor jou aan gaande is en wat je zelf bent. Ja, en daarnaast moet je dus zorgen dat er dus dat je meer naar je gevoel. Mensen luisteren niet meer naar het gevoel. Ze kijken op hun telefoon wat ze precies moeten doen. Of ze lezen, ze gaan nadenken van, ja, is het nu wel goed dat ik vandaag ontslag neem? Ja, ik ben altijd heel rationeel geweest. Ik weet niet hoeveel banen ik heb gehad. Ik ook, wat het is. Ja, maar ik heb zoiets van, nou, als het mij niet aanstaat, en dat is ook, ook als ik mensen ontmoet of zo, dan zeg ik van, nou, één keer nooit meer. Ik moet daar heb ik niets aan. Die persoon komt energie, en dat heb ik, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik heb eens een keer, had ik het over donderdag hebben jullie ook zo'n talker of zoiets, hè? Hoe heet die man? Ja, Angelo Meijers. Ja. Maar die mensen, je moet dus heel goed op gaan letten. Die gaan spelen met jouw energie. Zij hebben jullie energie nodig. En, ja, je wilt een motivational speaker zijn. Ja. Dus als ze dan in. En ik heb het. Ik zei tegen mevrouw, ik zal je laten zien. We waren naar we waren hier naar de lokale kerk gegaan, hier beneden in het dorp. Nou, ik kom nooit in een kerk, het interesseert me ook helemaal niets. Maar ik zei, daar kan ik het mooi laten zien. Dus die pastoor, die kent me niet, die kent mijn vrouw niet. Nou, zat er aardig wat vol in die kerk. Ik ging daar zitten, helemaal achteraan, en ik zat die man alleen maar aan te kijken. Nou, die beste pastoor, die werd helemaal zenuwachtig, want ik had me compleet afgesloten. Hij kon niet door me heen komen. Dus hij wist niet wie, wat, hoe, wat die gek... Hij zag alleen maar jou zitten. Ja, de een of andere gek zit erachter in mijn kerk. En het is... hij was dus ook helemaal van slag. Ik heb het zelfs gehad bij een lezing bij iets. Toen heb ik precies hetzelfde gedaan. En ik denk, nou weet je, nou, toen ik voelde... Hij was helemaal van slag, want hij ging er ook helemaal mispraten. En ik denk, weet je, ik sta op, ga naar de toilet. En hij kwam me in de lezing, kwam hij me achteraan, in de toilet, en dan kwam hij me vragen van wat ik in hemelsnaam aan het doen was. Ik zei, ik niet. Ik zeg, alleen mijn energie krijg je niet. En dat ja, is het. Ja, ik snap het. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar je kan het dus ook eigenlijk, zo leg je het een beetje uit alsof het natuurlijk enigszins negatief is, maar wat je zelf al ervaard hebt, je kan ook natuurlijk een heleboel positiviteit bij je genereren. En mensen meenemen. Kijk, je wil niet weten hoe machtig... kijk, ik ben die eenvoudige Brabander in Curaçao die de wereld op stelte zet. Met mijn 90 boeken nu, ze hebben trouwens een paar maanden geleden al mijn boeken van de website gehaald. Ik heb ze allemaal weer opnieuw in moeten voeren. Het is, maar ik geef dat sowieso niet op. Maar ik zet gewoon alles vast wat maar... Daar vertelde je voor de uitzending dat je een beetje een writersblok had. Maar hoe lang doe je gemiddeld over een boek, zeg maar? Zonder dat je dat ligt eraan. Dat kan in een paar weken gebeurd zijn. En het kan in een paar maanden zijn. Ik bedoel, dit boek waar ik nu mee bezig ben, dat ligt al een paar maanden. Het is ook best een heftig boek, want het is ook weer een deel van het ene geniale leven. Dat zijn nu 6 of 7 boeken die ik geschreven heb over de energie. En daar wordt dus van, als je echt van boek 1 tot het nieuwste boek, het laatste boek, wat dus nooit vertelde geheim, dat is een boek wat... dat gaat heel erg diep. Er zijn zoveel misopvattingen. Kijk, doordat ik in die oude geschriften heb zitten rommelen. Ik heb grote ruzies gehad met het Vaticaan. Dat zelfs de kardinalen ingingen grijpen. Maar jij gaat gelijk altijd de hoogste bazen erbij betrekken. Nee, kijk, wat heb ik voor zin? Lees nou iets, maar is dit... Ja, nee, maar weet je wat? Het heeft geen zin. Kijk, dat is ook al zoiets. Waarom, en dan kom je toch weer over wat we net ook hadden, waarom ga je je afzitten geven op een politieagent? Die gast heeft niks te vertellen. Ik vind het wel een interessant gesprek om eventjes door te gaan op die oude geschriften, want je hebt het ook over de Book of Enoch, denk ik, of niet? Ja.
Ja, nou inderdaad. En daar hebben we natuurlijk beschreven, onder andere, over de tijd waar we eigenlijk... So, as it was in the days of Noah, so shall it be in de tijd dat we nu leven. Dus we leven een beetje in die eindtijd. En we hebben te maken met de demonen, of de overgebleven geesten uit van de reuzen van het boek van Enoch, toch? Mm-hmm. En geloof jij ook dat wij eigenlijk in die Bijbelse eindtijd zitten? Nee, het is een herhaling op een herhaling op een herhaling. En ja. Kijk, als je die geschriften leest, dan moet je het... ik bekijk het dan vanaf gewoon uit de energie. Ja. En daar haal ik ook heel veel uit, doordat je ziet dat nu bijvoorbeeld onze corona is een herhaling van pakweg 60, 70 jaar geleden. Daar weer voor is weer een herhaling. Wij mensen zijn zo ontiegelijk eigenwijs dat we het na duizenden jaren nog niet geleerd hebben. En dat is het probleem. Ik kan niet begrijpen. Kijk, al die grote wetenschappers, al die mensen die grote de geschriften aan het vertalen zijn. Kijk, we hebben één megaprobleem op deze aarde. En dat is mijn droom. Oké. Okay. Mooie vraag. Sorry, ik wou je niet afleiden. Ja, ja, nou, nee, maar het grote probleem wat wij hier op aarde hebben is, wij kijken alles in blokjes. Alles, hè, het is, wat doet corona? Wat doet de vrijmetselarij? Wat doet die? Wie doet dat? Demon die? Die zus, zo. Mensen, dat is afleiding. Corona is afleiding. Kijk naar het grote plaatje. Ik ben daarop gekomen. Dat was een van mijn laatste vluchten die ik had vanuit Nederland hier naartoe. En ik kom hier bij de eiland. Ik denk, verdomme, wat is dit? Een klein pokkeneiland waar ik nou op land. En daar leef ik dan op. Het is, als je het vanuit de lucht ziet, zie je nauwelijks iets. Ik bedoel, het is echt een rots in de zee. Nou, daar woon ik dan op. Toen denk ik van... Maar, oké, als ik die zee er nou bij pak en ik pak er alles wat er omheen, de andere eilanden zag je in de verte ook al liggen. Je zag Venezuela, zag je al opkomen. En toen denk ik van, verdomme, nou zie ik het plaatje. Nou, dat beeld, die gedachte, ben ik door gaan voeren. Toen ik, kijk, ik ga al die zware geschriften, ga ik niet op elk woordje zitten ontleden. Heeft totaal geen zin. Dat is wat de wetenschappers doen, want ze denken daar geheimen in te vinden. Nee, het geheim zit in het complete. Wat is... Ja. Mijn boeken moet je ook niet op een paar woorden en mij dan aangevallen. En dan vraag ik altijd, heb jij mijn hele boek gelezen? Ja. En dan is er misschien maar één boodschap in 300 pagina's. En daarnaast is het ook gewoon hetgeen, het moet je zelf ook aanzetten tot denken, nadenken, toch? Het moet je gewoon een beetje op weg helpen, denk ik. Maar dat vraag ik wel af, Hoes. Jij schrijft een boek, hè? Je hebt natuurlijk heel veel kennis, want je ziet heel veel zaken, en uiteindelijk schrijf je een boek vanuit je eigen bewoordingen. Doe je onderzoek, of doe je specifiek een onderwerp doen, of zit je gewoon te ratelen en je schrijft alles op? En het is wat in me opkomt, dat heb ik van het begin af aan gedaan. Wat in me opkomt, dat zet ik vast. En het is gewoon, het komt voort uit de kennis die je hebt opgebouwd. Nou had ik dus vandaag er ook over van, nou, ik ben nog wat oude boeken van mij terug gaan lezen, en dan denk ik, verdorie, ja, waar heb ik het in hemels naam over gehad. Want je merkt, je komt in een bepaalde trance en je gaat zo diep, als ik hier ook aan het typen ben, mijn vrouw die komt dan maar regelmatig hier wat drinken neerzetten, maar dan ben ik hier ook niet. Nee, en dat is ook wat ik zelf ook meemaak, want ik heb dus ook een heel boek geschreven over dimensies en over hologrammen. En wat ik daarin meegemaakt heb, en wat ik daar gezien heb, en wat ik hier voor mij op de porch gezien heb, ze verklaren me voor gek. Dat is interessant. Ik begrijp precies wat u bedoelt. Ik heb dingen gezien en dingen meegemaakt dat ik denk van, dat is het leven. Dat is gewoon. Ja, dat is ook echt het besef van je echte omgeving, een klein helder lichtje. Je zit ook een soort in een meditatieve toestand. Ik schrijf natuurlijk heel veel betoogjes, daar kan ik uren mee bezig zijn.
Maar dan zit je op een gegeven moment helemaal in een soort. Ik doe dat, ja, je zit, bijvoorbeeld, ik maak hele theorieënlijsten en daar. Nou, dat, kan, dat is uren werk. Zit je helemaal in die flow inderdaad. Ik typ mezelf helemaal reuma aan. Ik denk bij mezelf, waar komt het allemaal vandaan gewoon? Maar, ja, ja. Ach, maar dat zijn, als je ze dan terug gaat lezen of je gaat het anders bekijken. Ja, of je, dan denk je van, ja, verdomme. En dat is wat ik ook doe. Dat... Ja, maar je komt op een gegeven moment, je werkt naar een soort oplossing toe. Het is een soort onderzoek voor jezelf ook, toch? Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, is... nou, dat is een mooie ezelsbrug. Want daar had u het net over, had je het net over. Van, wat zou een oplossing kunnen zijn voor deze hele situatie? Hoe zie je het ontwikkelen eigenlijk? Nou, er gaat heel veel veranderen. En het probleem is, de mensen zijn bang. Iedereen is bang om hun, wat er vergaard is, om dat te verliezen. Mm-hmm. En heel erg bang voor het onbekende. Nu, dat zijn voor mij twee dingen die ik dus niet ken, of althans heel weinig op me in laat spelen. Dat wil dus zeggen, ik laat komen wat er komt. We hebben ook, gelukkig heb ik mijn vrouw daar ook in mee, die zegt gewoon van, nou, is het vandaag afgelopen? Nou, we zien wel wat het dan morgen, raken we dit kwijt. Kijk, ik ben tot 3 keer toe mijn huis kwijtgeraakt. Ja. Door de overheid. Maar denk je dat ik daar, maar nou, 2 keer door de overheid, 1 keer door de bisdom. Maar denk je dat ik daar moeilijk over ga doen? Nou, als zij gelukkig zijn met mijn huis, alsjeblieft, hier heb je mijn huis. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, hè, ik leef ook al jaren zo. Ik heb 4 of 5 keer alles achter me gelaten in mijn leven, zeg maar. Weet je, Wayne Dyer zei het mooi, hè? Van open to everything and attached to nothing. Oftewel, ja, open voor alles en nergens op vastzitten. Maar Chris, dat is het probleem wat we hebben. Daarom dat de mensen nu zo panisch zijn. Mensen tot zelfmoord gaan. Ik bedoel, wat er van de week is of vorige week is gebeurd met die moeder met die 5 of 6 kinderen waarvan 5 het vermoord. Dan denk je van, Jezus, hoe ver... Omdat je geen... Ja goed, ik heb ook wel eens dat ik zeg van ik zie geen uitweg meer. Maar als ik dan op dat punt ben, dan is het zo van... Dan heb ik meestal van, ach, nou ja, nou laat maar komen. Nou laat maar komen. En dan, weet je, het wordt altijd... Kijk, en daar moet je op vertrouwen. Het wordt altijd... Ja. Jij bent er niet slechter op geworden, Chris. Nou, kijk, ik heb een mooi voorbeeld van mijn eigen leven. Ik zat op een gegeven moment helemaal... was ik helemaal in de kloot, tanden eruit, doe me dan maar op. En ik ging naar de kliniek, hè, in 2017. Nou, op een gegeven moment, ik kom natuurlijk uit de kliniek en ik ben helemaal weer beter, 20 kilo erbij en allemaal therapie gaat. Maar je komt eigenlijk weer terug in dezelfde situatie waar je daarvoor zo ontzettend depressief van was. Ja. Maar er is niks veranderd, er gaat niks veranderen, nog steeds geld, het gaat niks veranderen. Het is puur jouw instelling. Nou, en ik ben nu inmiddels, zoals je weet, topgelukkig. Dus dit kan wel. En ik heb nog steeds zit ik in dezelfde situatie als dat ik zit in de kliniek lang. En daarvoor. Dat is ook wat er ook heel veel in die spirituele groepjes en zo allemaal gezegd wordt. Je creëert je eigen wereld. Kijk, ja. En dat heb ik dus meer uit zitten leggen in die dimensieboek en in de hologrammen. Het is niet een toekomst en wat er terug is gebeurd. Alles zit op één lijn. Dus als jij een beetje naar links of een beetje naar rechts gaat, ja, zit je in een andere wereld. En, maar dat moet jij doen. Dat kan niemand anders voor je doen. En het is ook, toevallig had ik gisteren een gesprek met een vriend van mij. En die zei ook, hij zei verdomme, we moeten dat zelf creëren. Al zo de wereld nu instorten. Dan ligt het aan ons of we het gaan zien dat we instorten. Waarom zien de mensen nou niet dat er veel andere werelden... Dus deze wereld is maar een fractie van wat er werkelijk speelt. Ja, dat is een rare wereld waar wij in zitten. Bijvoorbeeld die film van de Matrix heeft het proberen uit te leggen. Het is hun niet helemaal gelukt. Maar ze hebben het geprobeerd. Dat het dus... Sorry, John, deze vraag. Kijk eens eventjes. Ja, wat is jouw droom? Nou, mijn droom is eigenlijk een paar maanden geleden helemaal teniet gedaan. Mijn droom was dat ik iets meer zou kunnen betekenen voor de mensheid. En ik denk dat ik het te hoog gegrepen heb. Ik ben dus eigenlijk erachter gekomen dat ik toch niet alle machten bezit die ik dacht te bezitten. En een nieuwe droom. Ik heb er toevallig
dat is nog een mooi verhaal wat ik heb. Toen ik superrijk was en een bungalow woonde. Ik had 3 wagens, ik had een boot. Ik had op een bepaald moment 54 kinderen onder me. Of onder ons, mevrouw en ik. We hadden echt alles wat we... We hadden elke week een feest. En ik zat op een avond zat ik bij de pool. En toen zat ik zo naar boven te kijken. En toen denk ik van, wat is er? Wat vreemd is het nu allemaal? En toen besefte ik dat al mijn dromen uit waren gekomen. Mijn hebben dingetjes waren allemaal uitgekomen. En ik voelde me vreselijk ongelukkig. Ik denk, nou heb ik alles, want ik was gezond, mijn vrouw was toentertijd nog gezond, een mega huis. Nou echt alles wat je maar, wat je maar kon denken, dat had ik. En was dat mijn droom? Mijn dromen, want ik had er dus meer. Nou, vanaf dat moment, hoe dan ook, is mijn mindset is helemaal anders geworden en al mijn dromen verdwenen. Mijn huis werd afgenomen, mijn wagens werden gestolen, mijn boot ging weg, mijn kinderen gingen allemaal, ja, dat was allemaal einde verhaal. Ik bedoel, dat waren allemaal opvangkinderen en noem maar op. We hebben kinderen gehad die met 12 jaar waren ze al in verwachting. Noem maar op, al dat gezamenlijk meer. Het werd, vanaf dat moment heb ik een vrij lange periode gehad, want uiteindelijk zijn we in een schuur gaan wonen die ik omgebouwd heb tot een woonhuis. Nou, bla 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 meer. Uiteindelijk is mijn vrouw gestorven toen. Mijn oudste zoon had zo'n zwaar ongeluk. Die was zeg maar vanaf de heup was hij helemaal verlamd beneden. Heeft hij toch, hebben we toch weer kunnen genezen. En ja, die is in Nederland nou aan het werk. Maar mijn dromen waren op. Ik besefte die avond aan de pool dat ik geen dromen meer had. Dus mijn leven hield op. Want er was geen doel meer in mijn ogen. Dus alles wat ik gedroomd heb, of wat ik in mijn dromen uit is gekomen, ben ik ook weer verloren. Ja. Ik ben echt met nul, ben ik uiteindelijk na het sterven van mijn vrouw, stond ik echt absoluut op nul, met niets, nada, geen moer. Ik had, het was einde verhaal. En ik ben... Maar ik heb ook nooit meer echt dromen gehad. Ik heb wel een doel gesteld en dat was van, nou, met alle know-how, met alles wat ik mee heb gemaakt. Want ja, ik ben in allerlei situaties gekomen, ook door die kinderen. Want veel waren drugskinderen, maar waren ook vanuit criminele gezinnen en zo. Ik ben achtervolgd geweest. Ze hebben op me geschoten. Ze hebben mijn wagen van de weg afge... Noem maar op. Ik heb de meest achterlijke dingen meegemaakt. En toen ben ik dus... toen ik op dat punt was met absoluut nul, toen denk ik, ik ga schrijven. Ik ga alles vastleggen. En dat zijn dus al mijn 90 boeken, is eigenlijk een verslag van mijn leven. Ja. En nu ben ik dus zo diep in materie. Ik ben in zo'n diepe materie terechtgekomen. En de enige droom die ik nou laatst tegen mijn vrouw, mijn wens die ik zou willen hebben, is dat ik geen hersenen meer heb en dat ik niet meer na kan denken. Ik weet te veel. Ik ben te diep gegaan en ik heb het niet op tijd kunnen zien. Ja. De waarheid is, het is geen gelukkige waarheid, bedoel je? Nee. Het gaat niet over de toekomst van de aarde of de toekomst van de mensheid. Daar gaat het niet om. Maar nee. wetende wat leven is en wat erachter zit en wat er allemaal gaande is. Ik zeg ook nou bijna dagelijks, ik wil niet meer op deze wereld zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou wil ik daar wel een beetje een evenwicht naar maken, want ook naar, hè, want je, nu je dit zegt, is er een leven na de dood volgens jou? We gaan niet dood. We gaan niet dood, nee, dat geloof ik ook. Ik snap het. Het lichaam, dus, dat lichaam, begeeft het. Een voertuig, maar, ja. Ja, kijk, de energieën, die kunnen niet dood. Ik kan jou doodschieten, maar ja, dan krijg je dus het zogenaamde, het uittreden van het lichaam. Nu, ik heb het zelf 2 keer zelf mee mogen maken. Ja, ik heb het 1 keer meegemaakt. Ik ben wel weer teruggekomen. Ze hebben me toch weer teruggedood hier in dat ding.
En ik baal als een stekker van dit lichaam wat ik heb. Maar ja, ik heb out of body gehad. Ik heb niet de hemelpoort gezien, maar ik heb twee keer out of body gehad. De hemelpoort, zelfs ja. Nou, vond jij het eng? Ik vond het niet eng, maar het was een heel wonderlijke status. Ik vond het heel verwonderlijk. Ik kon het niet geloven. Wat? Ik zie mezelf. Ja. Nou goed, voordat ik als een totaal gekkie overkom, hè? Nee, maar ja, goed, kijk, over deze dingen mag je eigenlijk niet praten, of dan kan je niet praten, want dan word je meteen... Bij ons wel. Ja, maar weet je wat... Ik vind dat altijd heel interessant, ja. Ik kan juist, toen ik, voor alle ellende van de corona, was ik er heel sterk mee bezig. Je kan namelijk heel makkelijk uit je lichaam treden. En ik deed dat nog wel eens, als ik bijvoorbeeld, ik kreeg wel eens van de andere kant van de wereld, op bijvoorbeeld mijn vader. Op een bepaald moment belde mijn vader op, ze hebben prostaatkanker, maar darmkanker gevonden. Wat moet ik doen? Ik zeg niets. Ik zeg laat. Dat is ongeveer 10 jaar geleden was het trouwens. En ik zei, doe niets. Ik zei, pap, laat het gewoon zo, leef je leven. Die man heeft nog 10 jaar geleefd, maar ik ben wel bij hem geweest. Ja, en je kan namelijk, er is in de energiewereld, ik vind het machtig. Zit ik in een blok dat ik het moeilijk of niet kan. Maar het is zo mooi als je... Je ligt daar maar en ondertussen ben ik in China, ben ik bij iemand bezig of ben ik daar of ben ik wat dan ook. Je hebt het over echt gewoon spiritueel helen, toch inderdaad? Bijstaan en kracht. Ja. Er is onderzoek geweest van mensen bijvoorbeeld in genezing. Daar gingen mensen voor bidden en je hebt een groep waarvoor er niet gebeden werd. En de mensen waarvoor wie gebeden werd, die genazen gewoon echt sneller. Atoombaar wetenschappelijk. Natuurlijk. Want je geeft een positief... Heb je die... Ja, ik weet niet hoe die Japaner heet. Die testen deed met de rijst. Met de rijst. Een potje rijst uitschelden. En die rijst... En met planten. Weet je, als je denkt, ik ga jouw blad afsnijden. Ik ga jouw blad afknippen. Ja. Dan gaat die plant helemaal... Ja, maar dat is. Het klinkt allemaal heel graag. Ja. Maar het is echt wel. Kijk, als jij dan die plant als energie ziet, dan is dat heel gewoon. En dan weet je ook waar je eventueel moet knippen als het nodig is. Ja. Alles is energie. Ja, maar goed, als je daarin kan werken, ja, het is het mooiste wat het is. Alleen, ja. Oké, ik heb nog een brug. Want we hadden net over dromen, maar toen had je een best wel dramatisch verhaal. Maar wat is een droom? Je slaapt 40% van je leven. Wat denk jij? Is dat een andere dimensie? Ga je naar een andere plek? Trek je buiten je lichaam, ga je weg? Of hoe zie jij dat? Nou, er zijn verschillende dromen. Dromen heb je dus dat je zegt van het beleefde van de tijd of die morgen of die dag ervoor of in die week. Dat kan een droom zijn en daar ga je op door en dan maak je bepaalde dingen mee, dat je zegt van wacht even, als ik nou eens, dan kan je tot ingevingen komen. Ik zelf maak dat niet zoveel mee. Ik maak hele rare dromen mee, waar ik toch in andere werelden ben. En is niet altijd even prettig. En ik heb lucide dromen, weet je wel. Dat ik besef dat ik droom en dat ik in die droom gewoon kan handelen, zeg maar. Ja maar goed, ik heb het zelfs, dat was een tijdje terug, toen zei mijn vrouw, stond de kop en ik reageerde allemaal zo raar. En toen zei ze, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik heb een rare droom gehad, maar dat ding wil me niet weg, ik zit er nog in. Ik denk dat ik even weer terug ga naar bed en probeer het zoietje af te sluiten. Ik kan het doen omdat ik toch, ik hoef niet naar mijn werk. Maar ik bleef er gewoon helemaal in. Ik zat er ook helemaal in. Ik was er. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik stond op. Ja, want ik moest opstaan, want het was licht. Maar dat was ook, dat was het meest vreemde wat ik de laatste tijd dan meegemaakt heb. Nou ik heb ook wel een paar keer in mijn leven exact dezelfde droom gehad, weet je wel. Dus vijf keer dezelfde droom in een periode van een aantal jaar. Of inderdaad. Dat ik enige, het zijn of zulke levendige dromen. En je kent de mensen ook in je droom. Maar je weet,
je kan ze net even voor je halen, zeg maar, in je droom. Je weet eigenlijk niet wie het zijn, toch? Ja. Het is heel raar. Ik geloof dat er meer waarheid achter zit en dat daar ook een soort interconnectie zit met de mensen om je heen, of zo. Het is meer dan alleen maar de rustend lichaam. Nee, het lichaam rust eigenlijk nooit echt. Ik bedoel, misschien dat stuk vlees wat er ligt, maar qua hersenen en qua energie is het lichaam altijd bezig. Want anders dan is het dood. Snap je? Ja. Dus het moet wel bezig blijven om te blijven bestaan zolang als het nodig is in deze wereld. Ik zit met veel plezier te kijken. Ja, nou, dat en helaas moeten we de kijkers betrussen, want we gaan hem wel zo afsluiten, John. Want ja, we hebben echt al anderhalf uur volgepraat. Zo. Ik wil toch een soort afsluiting, John. Hoe zie jij de toekomst? Waar stevenen we op af? Hoe zie jij dat? Is er nog redden aan? En wat voor advies heb jij voor de mensen? En in welk tijdsbestek? Hoe moeten we dat zien? Nou, het ligt aan de mensen zelf wat ze daarmee gaan doen. Als de mensen gaan zien dat het alleen een verandering is, wat we nu doormaken, wat eigenlijk die Dalai Lama ook zo'n beetje aanhaalde, maar dat het geen negatieve verandering is, hebben we kans dat we een hele mooie wereld tegemoet gaan. Alleen, kijk, hoe lang zijn we al niet bezig over dat we aan het tijdschriften zijn en dat er veranderingen gaan komen, bla bla bla. Hoeveel keer is er al niet gepraat over de derde wereldoorlog? Dit is de derde wereldoorlog waar we in zitten. Alleen het is niet met geweren en het is eigenlijk als wij ons gaan beseffen dat het niet alleen maar dat we die agressie onder controle kunnen krijgen en dus het systeem geen kans geven om ons dwars te liggen, dan kunnen we nog een hele mooie wereld tegemoet gaan. En waar ik eigenlijk dan mee af wil sluiten, is eigenlijk wat ik met eentje, een hele jonge jongen nog, die daar was ik mee aan het praten en toen zei hij van, Jezus, er is voor jullie ook geen toekomst meer zo, hè? Hij zei, nou, ik zie het best leuk. Hij zegt, we kunnen, als die systeem blijft rotzooien, dan maken we onze eigen commune. En dan sluiten we nog van hun. Kijk, en dat is het. Wij zijn een stelletje oude lullen, die gewoon nog vasthouden aan een heel oud systeem. En wij maken nou die gigantische verandering mee voor ons, omdat we, het is allemaal heel anders nu en het gaat heel anders, maar de jeugd ziet al lang oplossingen. Ik denk ook dat we het aan de jeugd verder over moeten laten. De jeugd, en dan kom je toch, als je nu de jeugd kijkt, dan kom je toch weer op die flauwe power van dat je zegt van, nou, bekijk het maar, ik doe wat ik doe, en ik zeg wel ja, en ik doe nee, en ik draai om, en ik loop weg, of ik ga zitten. En dat is wat de werkelijke, de jeugdfeest nog wel door. Ik bedoel, als ik lees, de feesten gaan door. Dus zij zien nog een oplossing. Wij zien hem misschien niet, maar hun wel. Ja. Maar John, dan wil ik je toch tot slot even vragen hoe jij aankijkt tegen mogelijk de verplichte vaccinaties. Want dat is waar ze natuurlijk wel op afdenderen. Ja, weigeren. Ja, bam. Er is een hele simpele, er zijn drie wetten in verdragen die heel duidelijk zeggen dat het lichaam van mij is. Ja, en ook van jou en van jou en voor wie ook. Ja, dus weigeren. En als genoeg mensen het weigeren, nou, dan is het klaar. Wat wil het systeem dan doen? 16 miljoen mensen in de bak gooien? Het is zo simpel. Het is eigenlijk, kijk, weet je, we denken te zwaar. We denken te moeilijk. Onze bagage is heel erg groot. En we zijn bang. Bang voor veranderingen. Maar als we niet, we laten het komen. En zij komen met die spuit af. Pak die spuit en zet hem bij hun erin. Klaar. En loop weg. En als je mij wil pakken, dan pak je me maar. Op welke grond wil je me pakken?
Ik bescherm mijn eigen lichaam. En jij wil dat beschadigen? Nee. Ik wil er nog aan toevoegen. Ook beschermen ook je buren en je vrienden, mensen, je familieleden. Kijk, dit moeten we als blok doen. Daar is het probleem. Kijk, als er weer een stelletje van die slapjanussen zijn, die zeggen van, oh, zet maar een spuitje hoor. Ja, dan ben ik er vanaf. Mag ik weer vliegen? Nou, stel even voor, als niemand een spuitje zet, dan mag dus niemand vliegen. Ja, wat denk je wat KLM en al die gasten gaan doen? Die gaan binnen twee dagen vliegen. Ja, die zeggen in één keer, en dat zien wij hier ook. Ik bedoel, er zijn allemaal hele moeilijke regels om naar hier toe te komen, want de toeristen mogen dan hier komen. Maar denk je, ze doen allemaal zo, die maatschappijen. Want ja, anders komt er helemaal niemand in dat vliegtuig en dan kan dat ding niet meer vliegen. En dat is het. Als je massaal weigert, dan stopt alles. Als je massaal tegen de regering zegt, nee, ja, maar je doet het niet. Nou, en je, dat heb ik ook al gezegd. De mensen moeten gewoon eens een keer weigeren. Dan kan je wel zeggen, ja, dan hoor ik ontslagen. Maar hoe ga je 16 miljoen mensen ontslaan? Precies. Nou, ik een mooi voorbeeld. Ik, in het begin van mijn paginaatje, toen ik dit allemaal doe, was een hartstikke mooi voorbeeld destijds gevonden, kom ik nu in één keer op. In Engeland is het in de jaren 80 ook gebeurd, met een of andere wet of zo. Ik weet niet meer precies waar het over ging, maar daar werd het volk zo boos om. Eén opstand was voorbij die wet. Ja, maar omdat de mensen, kijk, die mensen waren één. Dat zie je nu ook in Duitsland, of erbij daar in Berlijn. Daar staan gewoon, nou, dat waren er 10 miljoen mensen. Ja, 5 miljoen mensen. Nou, ik denk dat Duitsland nu wel een beetje zo van na gaat denken van, zal ik nog wel een keer nee zeggen? Of zullen we dan met je toch maar wat doorgaan? Kijk, en dat is... Het is niet meer tegen te houden. Nee, dat is het. Het is als jij, en dat zie je bij meerdere landen, waar dus massale opstanden komen, dan heeft een systeem geen houvast meer. Maar de opstanden moeten niet agressief zijn, de opstanden moeten passief zijn. En als jij iets niet doet, dan kunnen ze er niks voor maken, maar ze kunnen je ook niet... zij kunnen niets meer, er komt geen... En dat is waar jij het hele systeem op pakt. Zorg dat die belastingen niet meer binnenkomen. Betaal je, hè? Ik bedoel, die bedrijven nu ook. Stop ermee, gooi je dicht. Maar ze slopen je toch al. Kijk, luister, die hele horeca moet en zal kapot gaan. Nu, ja, maak het nu kapot. Ik maak het kapot. Jij hoeft het niet voor mij kapot te maken. Nee, ik maak het voor jou kapot. En dan heeft dus de staat niets meer bij jou te halen. Dan kunnen ze 100.000 keer roepen van jongens, luister, we hebben geld nodig. Ja, er is geen geld. Maak het zelf kapot. Ja, maak het zelf kapot. Ja, goed zo. Nee, en dat is waar je... De mensen beseffen niet hoe krachtig ze... Wij hebben alles in handen. Alleen bedenken dat we het verloren hebben. Je bent nog niet begonnen. Ja. Dit is gewoon een begin waar we nou mee bezig zijn. En het pech is, en die clubjes die we nou allemaal hebben, die zitten aan wie het gerecht. Kijk, er zijn twee dingen wat er staat. Of wat het systeem wil. Dat is dat je naar het gerecht gaat. En dat je. Belasting betaalt. Nou, dat zijn de twee dingen waar een heel systeem op draait. Elk systeem tot vandaag draait over op die twee dingen. Nou, het gerecht... Ik heb al bijna... Nou, dat is zeker 10, 12... Dat ik met die David Wayne Miller contact heb gehad. Dat is zeker al 10, 12 jaar. Ik heb erover geschreven, de mensen hebben me er aangevallen, maar er zijn nieuwe wetten. Wereldwijd zijn er nieuwe wetten. Daarom mag Grappenhaus feestjes vieren met zijn hele familie. Dat is niet omdat hij een elite is, nee, hij valt onder de nieuwe wet. En dat is dat niet je Sarah en Sarah bedoel je toch? Nee toch? Nee, daar is... Okay, nee, laat zeggen. Alle wetten van de wereld zijn herschreven. Maar in een bepaalde taal. Een taal die je vooruit en achteruit kan lezen. En dat wil zeggen... Kijk, let op. De meest geslepen advocaten
Ja, ik heb er hier ook eentje. Er was er eentje die dacht heel slim te zijn. Ik zei, ja, ik heb een slimme... Taalkunstenaar, ja. En ze zei, ja, dan moet je mij hebben. Ik zei, nee, jij bent dom. En jij pakt je oude wet. En dat is het ook. Ik interesseer me heel veel in rechtszaken. En dat was nou ook bijvoorbeeld met die viruswaarheid ook. Je ziet precies hoe die tegenpartij, maar ook de rechter, bezig is. Nou, dan is het, waar ik ook al mee begon dit gesprek, is van hoe meer je zegt, hoe meer er tegen je gebruikt wordt. En dan merk je op bepaalde momenten waarom wordt de ene moordenaar vrijgesproken en de andere moet 10 jaar of 100 jaar de bak in. Omdat het ligt er maar net aan hoe jij gaat wegen. Of hoe die rechter weegt. En dat ligt eraan in welke wet je valt. En elke wet heeft een contrawet. En die wordt dan gebruikt. En dat is daarom. Als ik voor de rechter sta, mijn betoog is nog geen één. Ik klets nou een hele hoop, maar mijn betoog, als het om mij gaat, is nooit groter dan 1 A4'tje. En ik weet zeker dat ik ze, met dat 1 A4'tje pak ik ze harder als met die hele pakken die ik van de week weer zag bij de viruswaarheid of wat dan ook. Ja, hoe kijk je daarnaar, die rechtszaak? Leidt het ergens naartoe? Of is dat... Het heeft absoluut geen zin. Maar weet je waar ze dat ook of niet? Ik heb het ze gezegd, daarom zijn ze kwaad. Okay. Kijk, je gaat je vijand pakken met de vijands middelen. Ja. Als ik tegen Goliath sta en ik ben Goliath, dan moet ik hem niet op die kop rammen. Dat haalt niets uit. En dat is, wie niet sterk is, moet slim zijn. Je moet het anders aanpakken. Ja, juist, precies. en dat is wat ik al met de jongens waar ik dus mee werk, dat doe ik. Kijk, wij zijn veel meer bezig met lobbyen en achter wij hebben aardig wat politici, ook bij jullie, af kunnen laten zetten. Maar dat hebben we niet gedaan door het open en bloot in de dinges te doen. Nee, dat hebben we allemaal via de achterdeur gedaan. Ja. En daar pak je ze op. Je pakt ze. Kijk, het is, zij spelen een gemeen spel met de mes in je rug. Nou, wij steken 2 messen in die rug. En dat is waar je wat heel veel mensen nog niet begrijpen. Het heeft geen zin om met dezelfde middelen aan te vallen. De politie is agressief. Nou, dan ga ik er agressief tegenover staan. Heeft geen nut. Dat is wat ze willen. Nee, ik ga... Goedenavond, meneer de politieagent. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Met u ook? Of ik hou mijn mond helemaal dicht. Daar heeft een tegenpartij geen... Ik heb ook in mijn leven nog nooit hoeven te vechten. Nog nooit. Ondanks dat ze ook met geweren tegenover me gestaan hebben. Ik heb nog niet zo lang geleden zijn 3 jongens hier binnengekomen. Met geweren. Maar ze doen... Ik weet niet, ze durven dan in één keer niet meer te schieten. Ik denk dat jouw energie je ook een soort bescherming biedt. Jouw law of attraction gaat dat niet laten gebeuren. Gewoon. Nee, ik ga ervan uit. Nou, probeer eerst maar eens raak te schieten. Ik bedoel, ik ben vrij lang en ik ben wel best breed. Maar probeer eerst nog maar eens raak te schieten. Nou ja, goed, die instelling, hè, dat is dat mentale wat je natuurlijk ook overbrengt naar de robbers. Hey, ja. Maar ik vind het mega interessant als dit. Maar we moeten er echt een eind aan gebreien. Ja, en dan hebben we wel een probleem, John. Want ik heb al verschillende berichten voorbij zien komen. Dat mensen jou echt, echt in deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6. Nou, laten we eens beginnen... Kijk, een vervolggesprek. Ja. En respect, John. Nee, heel veel respect inderdaad. Ik vond het, nou ja, ik vind het super interessant om met jou te praten. Ik ook. Zeker weten. Zou je terug willen komen nog een keer? Zet eens hem. Ja, precies. Mochten er nou gekke ontwikkelingen zijn, nou, wij kunnen zoveel, ik heb nog zoveel vragen aan je in principe toch. Ja, kijk maar.
Ja, ja. Maar... Ik ga straks wel allemaal lezen wat jullie hier of het hier allemaal geschreven. Ja, ik zal even een linkje sturen. En nou, ja, dat er is goed. massaal gereageerd. En dat zie je natuurlijk allemaal hier niet in beeld. Maar mensen vonden dit heel erg leuk volgens mij. Je leerde mensen veel van. Klasse, John, respect. Kijk eens eventjes. Okay. Ja, een positieve energie. Nou jongens, ik kan eindeloos blijven doorgaan. Nee, nou, ik wil best wel een keer terugkomen. Zet de zaak weer op een rijtje. Dat we echt gericht bijvoorbeeld bepaalde vragen kunnen gaan. En, helemaal goed. Ik wil alleen gewoon nu meegeven, mensen, wij hebben de kracht in handen. Niet hun, wij. Als je dat gaat beseffen, en als we het eindelijk eens een keer samen gaan doen, we gaan een mooie wereld krijgen. Alleen ja, het is even, ja, alles wat mooi is, er komt eerst een hoop... we moeten eerst even de karakteren scheiden. Onszelf van een virus verwijderen uit ons virussen halen we er zo uit, dat is geen probleem. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de homeopathie. Het moet eerst erger worden voordat het beter wordt. Zie het zo. Kijk, en we moeten die beerput eerst opentrekken. En dat zie je gelukkig ook. En daar gaat ook dat is misschien ook wel eens interessant om over te hebben wat daar aan het spelen is. Want ja, heel veel bekende mensen verdwijnen of worden zogenaamd vermoord. Of wat dan ook. Nou, er is heel wat aan de hand in die hoek. Ja. Klopt. Dat is ook dat wat nu speelt. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. Nou, heel erg bedankt, John. Super bedankt. En alles. Vond het heel leuk. Nou, en ook voor de mensen thuis, hartstikke leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Ja, ik denk allemaal. Dat jullie het zo interessant vonden als wij. Toch? Ja. Dus vanuit Curaçao, dus echt vanuit Amsterdam en Friesland. Hartstikke bedankt voor het kijken. Dus tot de volgende keer maar weer. Ja, hoor, kom.